Woensdagochtend ontstond rond 11 uur brand in een kiosk in het spoorpark. Volgens een medewerker is de brand ontstaan in een frituurpan. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ook een nabijgelegen buitenschoolse opvang, waar op dat moment kinderen aanwezig waren, hoefde niet ontruimd te worden. De exacte schade die door de brand is ontstaan, is niet bekend.